Skyline TV-journaal van dinsdag 19 augustus met de kindervakantieweken. En vandaag volkool en zijtaart. Ja, de nieuwe kindervakantieweek, en waar zijn we? In volkool. En wat is het thema hier? Op safari. Nou, kijkt u mee. Uncle Ben, waar ben je nou? Waar is Uncle Ben? Uncle Ben, waar ben je nou? Oh, Uncle Ben. Wat jij doet met aap in die tent? Nou, zeg. Is niet normaal. Jij... Maar wat fijn dat jullie zijn. Ik zeg... Ja, Uncle Ben, hoe legt het uit, die apen in jouw tent? Die apen in mijn tent? Ja, soms is het goed om te praten en soms is het beter om te zwijgen, heb ik geleerd. Dus laat ik dat laatste in dit geval doen. Maar ja, in de jungle, apen zitten overal, dus waarom zouden ze niet in mijn tent zitten? Ja, dat is een goeie. Ja, inderdaad. Het thema in Volkel hier, kindervakantieweek, is op safari. Hoe gaan de kinderen daarmee om? Ja, de kinderen die zijn natuurlijk allemaal op zoek naar de Big Five, hè, de vijf grote dieren. En ze hebben wel allemaal hun jachtinstinct meegenomen hoor. Ze waren hier gisteren al druk op zoek. En ze hebben er allemaal ontzettende zin in. Ze hebben hun tenten gebouwd gisteren. Vandaag gaan ze bezig met zichzelf camoufleren. En het is een kwestie van tijd voordat we die Big Five gevonden hebben natuurlijk. Gaan ze vinden? Geen twijfel over mogelijk, ja. Met zo'n fantastische reisleider als ik. En natuurlijk zijn de kinderen zelf ook niet geheel zonder skills. Ja, ik weet zeker dat we ze gaan vinden. Ja. Wat staat er nog meer op het programma voor de kinderen? Nou, straks zijn ze gecamoufleerd. Dan denk ik dat we een keer gaan beginnen met een rustige safari-tocht. Om er even in te komen. En morgen zal er natuurlijk ook op zoek gegaan worden naar de Big Five. Zodat we ze eindelijk kunnen vinden. En zo'n mooi dorp als dit, ik denk dat we ook nog even gaan handelen. Want wat er tijdens de safari-tocht allemaal gevonden kan worden, ja, daar kunnen we misschien nog wel onderling ruilen. Dus ik denk dat we nog een mooie marktmiddag gaan opzetten. Succes deze week dan. Ja, dankjewel. Dat gaat zeker lukken. Ik vind de kindervakantieweek leuk omdat het over de jungle gaat. Ik vind de kindervakantieweek leuk omdat je altijd leuke spelletjes doet en omdat het gewoon heel leuk is met zijn vrienden. Ik vind de kindervakantieweek leuk omdat je heel veel leuke dingen kan doen. Ik vind de kindervakantieweek leuk omdat ze heel veel leuke dingen doen. Ik vind de kindervakantieweek leuk omdat je kan knutselen en je kunt heel veel leuke dingen doen. Ik kan alleen rijst eten, hè? Ja, moeilijk anders, ja. Waar komt u vandaan dan? Uit Zuid-Afrika. Uit Zuid-Afrika, helemaal naar Volkel. Ja, moet speciaal hier voor kindervakantieweek, hè? Nou, u doet het wel helemaal in het thema uitgenodigd dan. Ja, tuurlijk. Wij doen altijd. Alleen hier slecht weer. Ja, dat is in Afrika niet, hè? Nee, wij alleen zon. Lekker bruin. Deep in the jungle, in the land of adventure, lives Tarzan. I am Jane and I love to ride.
Monkey, but will Tarzan have Jane? Stay tuned. Welkom bij weer een nieuwe kindervakantieweek. En dit keer staan we in Zaaitaart en hebben we een paar beroemdheden bij ons staan. Ik zou zeggen, stel je even voor. DJ Fiesto. Gemma Glitter. En? Ik ben manager hier van het geheel. Ik heb hem in mijn managementbureau. DJ Fiesto komt hier even kijken in het pittoreske Zaaitaart. Wij willen hier een festival houden, maar we hebben onze twijfels. Hoe komt dat? Nou ja, ik had iets meer een festivalterrein van 145.000 mensen hier verwacht. Maar ik zie wat kinderen. Ja, ik heb gehoord, want eigenlijk waren er 145.000, of niet? Ja, dat klopt, maar dat kan ik toch niet zeggen. Ik denk, 145.000 komt veel beter over. En we zorgen wel donderdag dat het echt gewoon 145.000 mensen hier zijn. Dus iedereen is welkom, iedereen, het wordt geweldig. De oproep bij deze, hè? Oh ja, bij deze, ja, inderdaad. Donderdag wordt een geweldig feest. DJ Fiesto is natuurlijk gewend om eigenlijk alleen maar op Ibiza te draaien. Ja, ze hebben het over Leonardo da Vinci. Alleen overdekt. Ibiza, 30 graden. Ja. En allemaal chickies om me heen. De zon schijnt, hè? Sorry? De zon schijnt nu, hè? Ja, en ze hebben een parasol voor mij. Dus zodra het ook maar even dreigt te gaan regenen, dan komen ze met de parasol bij me staan. En ik word droog gehouden. Ik word van hapjes en drankjes voorzien. Dus ik moet eerlijk zeggen, mijn fans die doen best hun best voor mij. Nou, ja. Kijk, wij gaan ook even een kijkje nemen. Straks wie daar allemaal een handtekening van me hebben. En dan zie je, het is best een schade. Dus we hebben besloten, we blijven nog een dagje. Kijk, mooi. Ja. Wij gaan ook even een kijkje nemen hier in Zaaitaart. Bless them when there ain't no stress. And this one is straight for the girl them. Enrique Iglesias, alongside, into the zona. They say we. Get the girl them in the zona. Give them the big moan. Trying to fall off in the air when we tell them on the throne. Locking in just like that. The girl them, they move on track. Trying to fall off in the air. Enrique, sing for them. You look at me and girl, you take me to another place. Feeling like I'm flying, like I'm out in space. Something about your body says, come and take me. Got me begging, got me hoping that the night don't stop. Ja, in Zaaitaart bij de organisatie van de Jasdagen. Ja, het is een jubileum dit jaar, hè? Ja, we hebben dit jaar ons 15 jaar bestaan. We zijn in 2000 begonnen met de Indianen. En we hebben diverse thema's gehad. En dit jaar zitten we op een jazzfestival, hè? Ja, want hier hangen allemaal leuke foto's van een aantal jaren geleden. Ja, hier is onze bekende Wall of Fame met alle foto's die we hebben gemaakt van in de diverse jaren. U ziet al, het is allemaal heel kleurrijk, heel initiatiefrijk en in onze ogen heel mooi. Nou, is het dinsdag, zijn jullie de eerste dag hier met de activiteiten bezig. Hoe ziet het programma eruit? Nou, ze hebben vandaag inderdaad de hutjes mogen versieren op het veld. Dan gaan ze met spelletjes zijn ze nu bezig. Morgen hebben we een tocht rondom het veld. Met een kabelbaan, met een touwklimmen, met een touwbrug, boomklimmen, diverse andere kleine spelletjes. Donderdag hebben we nog een creatieve markt, een vrijmarkt, waar de kinderen zelf mogen doen wat ze willen. Donderdag hebben we nog een grote zeskamp met een hindernisbaan en een toppendansen. En dan om 4 uur gaan de kinderen weer lekker frietjes eten bij de mensen in Zaaitaart. En om 6 uur gaan we een afsluiting doen met onze DJ Fiesto. Is de kindervakantieweek een begrip in Zaaitaart? Echt wel. In het begin dachten we van, het zal andere dorpen kunnen ook, dus wij kunnen het ook. En het is inderdaad, mensen kijken er naar uit, kinderen kijken er naar uit om weer echt elk jaar mee te mogen doen. Zagen we net de eerste foto, hè, de Indianen. Is er sindsdien veel veranderd in 15 jaar? Ja, er verandert natuurlijk wel steeds meer. Maar ik moet zeggen, wij zijn in de gelukkige omstandigheden dat we 15 jaar geleden voldoende vrijwilligers hadden en nu nog steeds. En ook onze begunstigers, sponsors, horeca in Zaaitaart blijft ons nog elk jaar trouw besponsoren. Ja, want we hadden net al samen eventjes in het voorgesprekje over. Eigenlijk is dat 1-op-1, hè, qua vrijwilligers. Ja, als je gewoon gaat kijken dat wij inderdaad dit jaar ook met 145 kinderen zitten. Die verdeeld zijn over 18 groepjes. Er zitten 36 groepsleidingen op. 14 man van de organisatie. We hebben 20 vrijwilligers staan bij de spelletjes en 20 vrijwilligers bij de creatief. Dan hebben we nog wat mensen in de catering lopen en in EHBO. Dus we zitten op een 110 vrijwilligers die per dag deel rondlopen hier.
op 145 kinderen. Dat is een mooi aantal. Ja, daar zijn we ook heel trots op en we zijn ook heel blij dat al die vrijwilligers dat elk jaar weer willen blijven doen. Daardoor kunnen wij blijven draaien. Ik vind de vakantie leuk omdat het leuk is. Het wordt een heel leuk feest dan. En wij maken een mooi hutje hier. Het is leuk omdat je, wat je hele leuke dingen kan doen. En dan zo klimmen en hele leuke spelletjes kan doen. Daarom is het leuk. Hallo, ik ben Martijn. Ik vind het heel leuk omdat je een hele leuke spelletje kan doen en je mag je eigen hut versieren. Daarom vind ik het heel leuk. Nou, ik vind het zo leuk omdat je hier gewoon goed kan vermaken en ja, je kan je eigen huisje versieren en er zijn heel veel leuke spelletjes. Ja, je kan hier echt heel goed. En je kan hier heel goed vermaken omdat je allemaal leuke spelletjes doet en ja, op leuke nummers kan dansen. Ja, ik vind het heel leuk omdat iedereen uit mijn klas zit in mijn groepje en hele leuke spellen. We hebben ook heel veel mooie hutjes. En mijn moeder zit in het bestuur, dus als er iets is, dan kan ik gewoon meteen naar mama gaan. I wanna be contigo, live contigo, and dance contigo, gotta have contigo.